aflevering 6. Welkom bij de Green Goddess Roadtrip Podcast Show. Ik ben Nicoline Nijland en met deze podcast wil ik vrouwen zoals jij inspireren om te gaan leven vanuit je natuurlijke ritme in een liefdevolle verbinding met jezelf. Gisteren heb ik deze podcast opgenomen in de auto en het was een beetje een try-out voor me. En ik heb hem een aantal keer teruggeluisterd en ik heb de hele dag lopen dimdammen of ik hem wel of niet online ging zetten. Want ik vind de inhoud oké, maar de uitvoering iets minder, want het geluid is iets minder goed. En ik dacht ik kan hem wel opnieuw gaan opnemen. Maar dan wordt de inhoud nooit meer zoals dat hij nu is, want het is gewoon een momentopname. En echt in de energie waar ik gisteravond in zat. Dus ik heb besloten om hem toch te gaan luisteren, of te gaan plaatsen, zodat je hem kan gaan luisteren. Dus hierbij alvast mijn excuses voor het geluid. En ik heb hem geprobeerd zo goed mogelijk te editen, zodat de achtergrondruis eruit is. Ik ga hem gewoon posten. En als je niks vindt, zet je hem gewoon lekker af. Vind je het wel wat, dan luister je hem gewoon lekker af. En ik wens je er heel veel plezier mee. Zo, ik dacht ik ga het een keertje in de auto wat opnemen. Even kijken hoe dat werkt en of het überhaupt werkt. En, mijn auto zegt nu dat ik een beller ben, dus ik was even afgeleid. En ik kom net terug van een meeting. Ik ga in maart op reis naar Egypte. En het is een spirituele reis, het is niet zomaar een reis. Niet gewoon een gezellige vakantie, zeg maar echt een spirituele reis waarin we de moeder-dochter energie gaan helen. Heb ik vanavond te horen gekregen. Dus ik ben een beetje hyper ervan, een hyper van maan. En echt, dat is eigenlijk het enige wat ik erover kan zeggen. Want het is voor mij ook nog een beetje blurry. Het gaat vast wel helder worden. Waar het om neerkomt is dat ooit heel lang geleden in het verleden, of in het verleden in de Egyptische tijd van Isis en Osiris, dat er letterlijk een dam geslagen is, de Aswan-dam, tussen de moederenergie en de dochterenergie. En de moederenergie wordt heel erg gesymboliseerd in het Midden-Oosten. De moeder is daar heilig, de moeder regelt daar het hele gezin. Is daar de belangrijkste dienaar van het is gewoon het hoofd van het gezin. Regelt alles en iedereen is ondergeschikt aan haar. En in Afrika is juist de dochterenergie heel krachtig, maar niet op een goede manier, maar op een verwrongen manier, waardoor lust is daar heel aanwezig. Vrouwen schamen zich ook niet om hun lichaam te laten zien, bijvoorbeeld. Alles mag gezien worden. Waarbij dat in het Midden-Oosten natuurlijk alles binnen de muren gebeurt van het huis. En de doodstraf nog opstaat als je over seks praat in het openbaar. En in Afrika is het natuurlijk de hele andere kant. Maar ook heel erg verschrongen, want nergens op de wereld komt zoveel verkrachting voor als in Afrika. En deze twee energieën gaan we met elkaar verbinden en zorgen dat het weer heel wordt. Zorgen dat wij vrouwen weer gewoon kunnen zijn wie we horen te zijn. En vanuit daar dat de mannen ook weer kunnen zijn wie ze horen te zijn. Gewoon liefhebbende mensen, liefhebbende wezens. Liefde in de wereld. Van elkaar houden, van onszelf vooral houden en zorgen dat de hemel op aarde weer komt. Dat de liefde op aarde weer komt. In plaats van de woede en de angst en de ongelijkheid en alle nare dingen. Dus dat gaan wij in maart doen. En echt heel excited. Heel spannend. Maar leuk, spannend. Ik heb er heel veel zin in. En het voelt echt alsof ik hier al levenslang op wacht om dit te gaan doen. En we gaan met een groep van
15 vrouwen. En we gaan het als echt ook om de zusterverbinding, de moeder-dochterverbinding, de vrouwelijke verbinding weer met elkaar te herstellen. We hebben allemaal, misschien herken je dat zelf ook wel, een eigen reis gemaakt al leven, ja, meerdere, niet alleen dit leven, maar meerdere levens. En nu is het gewoon tijd om kracht te bundelen en niet, dat het niet meer alleen moet oplossen, maar dat het gewoon ieder een stukje verantwoordelijkheid hier in nemen. En dat we dit gewoon allemaal met elkaar gaan doen. En als wij vrouwen in beweging gaan komen en dit gaat helen, kunnen daarna de mannen ook in beweging gaan komen en hun stuk van dit ding op aarde gaan helen. Maar wij mogen de eerste stappen nemen en dan volgen zij daarna. En de mannen kunnen nu natuurlijk ook wel hun verantwoordelijkheden nemen. En dat gebeurt ook steeds meer, gelukkig. Of tenminste, het wordt steeds... Komt het meer naar de oppervlakte? Het is ook 2019, het jaar van de man en dat de man gaat opstaan. En, nou ja, het is allemaal heel mooi natuurlijk. En, maar wat ik vooral hoor is dat vrouwen dat zeggen. Het was het ook in de Happiness en een vrouwenblad. En het is ook echt de bedoeling dat de mannen zelf dat gaan doen. En dat zij dat gaan voortzeggen en initiëren en gaan leven. Nou, dat wilde ik eigenlijk delen. Vermenigvuldigen is het eigenlijk. Ik wilde het niet delen, want delen is dat ik dan een deel van mezelf weggeef. Maar ik wil het gewoon vermenigvuldigen, zodat het groter kan worden en voortgeleefd kan worden en opgepakt kan worden. En, ja, dat jij, als je dit hoort, hier misschien ook wat mee kan. Ik ben altijd van dat ik één ding tegelijk wil doen. Ik zit nu in de auto. Wat ik dus ben aan het kletsen en aan het uitrijden. Met uitzicht op echt een gigantische maan. En die ontzettend fel en licht is. En de hele hemel onderheen lichtblauw bijna kleurt. Een beetje sluimer. Ja, deze maan is ook echt heel bijzonder en dat wilde ik nog delen, want natuurlijk, ik weet niet of iemand Instagram volgt, maar het was gisteren echt een hele hyperdag, want ik kwam er ineens achter, ik weet niet, ik werd er gewoon naartoe geleid, maar dat mijn podcast in de eerste of tweede top 100 en toen later zelfs tot de 24, als ik me niet vergis. Of 19, volgens mij. Nou, whatever, maakt niet uit. In ieder geval in de hitlijst. En dat had ik echt totaal niet verwacht. Dus hierbij echt onwijs bedankt dat je dit geluisterd hebt. Dat je het gedownload hebt. Niet deze, maar nou, je hoort dat ook. Maar al die anderen ook. Dat was echt een magisch cadeau. Ik heb dit totaal losgelaten. Want iTunes kun je niet zien wie er wat downloadt. Want het is iTunes meer een doorgeefluik. En ik moest echt mijn controle loslaten. En dat vind ik best spannend, want ik kan heel veel van wat ik doe wel checken. En ik ben helemaal niet zo goed in statistiek, maar ik vind het altijd wel leuk om te kijken van hoeveel mensen mijn e-book gedownload hebben en al dat soort dingetjes. Maar hier had ik dus totaal geen controle over. En nou, ik heb het losgelaten. En toen werd ik er dus door mijn source, denk ik, mijn hoge zelf, naar die hitlijsten geleid. En ineens zag ik mij dus daar in die top 100 staan. En later nog in de top 20. En ook de overall, mijn overall podcast stond op de 10e plek. En what the fuck, wat gebeurt hier? Ja, ik was zo overdonderd en zo blij en zo hyper daardoor. En zo dankbaar voor de les die ik geleerd heb om dingen gewoon los te laten. Om mijn intentie was gewoon... is gewoon om jou te inspireren, te vermenigvuldigen, mijn kennis te delen of te vermenigvuldigen en nou ja, hopelijk dat je er wat aan hebt. En that's it. Ik bedoel, voor de rest hoef ik er niks mee en het is voor mij gewoon dat je nu ook een uitlaatklep eigenlijk, om het niet meer in mezelf te houden, maar om het
te delen. Het is mijn zorg en met de wereld aan de wereld te laten zien eigenlijk. En nou ja, dat het dan ook ineens zo, ja, zo gedownload wordt. Dat, dat, ja, dat, er, daar, dat, dat is gewoon een wonder. Dat is echt zo tof. En ja, ik heb er eigenlijk geen woord voor. Ik wilde er wat over zeggen. Maar nou, het gaat vooral over het loslaten. Dat dat, dat echt de clue is om dingen te kunnen manifesteren. Om het leven te kunnen manifesteren. Te weten wat je wil. Met een goede intentie dingen te doen. Niet met een intentie van dat je van neediness, van dat je dingen nodig hebt. Maar om iets van jezelf te laten zien en anderen te inspireren. Iets om dienstbaar te zijn aan een groter geheel eigenlijk. Daar ging misschien heel zweverig en heel vaag, maar dat is het eigenlijk. En om dat dan te doen en gewoon de uitkomst los te laten en dan stroomt vanzelf hetgene wat je ook geeft, stroomt vanzelf weer naar je toe. En dat is nog steeds iets wat ik ook mag leren en wat ik dan nu weer geleerd heb en gezien heb. En nou, wat ik weer meeneem in mijn andere dingen. Er zijn ook genoeg dingen die ik wel dus vasthoud en die dus ook niet stromen. Dus dit is echt een hele mooie les om dat ook in andere aspecten van vooral van mijn business weer mee te gaan nemen. En ja, daar gaat ook, daar wil ik ook veel meer naartoe gaan in het programma. Om dit veel meer in mee te nemen. Het zit er allemaal al in. Maar doordat ik het zelf steeds meer neef, kan ik het ook steeds meer doorgeven. En ja, het gaat steeds een tandje dieper en steeds een tandje verder. En straks ook met die Egyptenreis nog vele tandjes dieper. Want die trillingsfrequentie daar, die is echt gigantisch. En ik voel me onwijs verbonden met de Nijl, waar we helemaal langsheen reizen. We beginnen in Aswan bij de dam die in de Nijl is gelegd. En daarna trekken we door naar het noorden, naar Luxor. Luxor ligt een beetje in het midden van Egypte, maar gaat niet naar Cairo. Maar Aswan ligt in het zuiden en we gaan dan door langs de Nijl naar Luxor. En mijn achternaam is Nijland. Er zit een Nijl in. Nijland. Dus ik ben echt, voel me heel erg verbonden met de Nijl en met de vrouwelijke energie die daar is. En nou, heel toevallig is het natuurlijk niet, maar Bart heeft dezelfde achternaam, die heeft ook Nijland als achternaam. We zijn geen familie. En tenminste niet in, in dit leven. En ja, dus ook de mannelijke energie zit hierin voor mij. En we hebben ons heilige huwelijk hierin al gedaan, maar we mogen nu ook allebei onze eigen tijd gaan maken. En dat gaat volgens mij heel vaak in. Dus weer kom ik nog wel een keertje op terug. Maar wat ik vooral, wat mijn les hier vooral vanuit de podcast is, is dat je gewoon je dromen mag leven. En dat je je ingevingen mag gaan leven. En zonder verwachting, zonder dat je er iets voor terug hoeft te krijgen. Dat is het belangrijkste. En dan stroomt de rest vanzelf naar je toe. Dan als je liefde geeft, zonder te verwachten dat je er liefde voor terug hoeft te krijgen. Dan gaat de liefde, als die liefde onvoorwaardelijk is wat je voor iemand hebt, gaat die naar je terugkomen. Of het nou vanuit die persoon is, of misschien vanuit iemand anders, of vanuit een dier, of vanuit jezelf, wat het nog belangrijkste is eigenlijk. Maar het zal altijd naar je terugstromen. Hetzelfde geldt voor geld. Als je geld uit gaat geven voor iets, dan gaat het ook weer naar je toe terugstromen. Of als je een dienst geeft aan iemand, dan gaat er weer op een andere manier energie naar je terugstromen. Dat kan zijn in geld of in andere dingen. Dat je daar een soort ruildienst van maakt. Maar we leven in een wereld wat is gebaseerd op energie. Alles is hier energie. En dus er zal altijd beweging zijn. En als je vast zit in iets, dat er iets niet stroomt, dan is het niet onvoorwaardelijk wat je geeft. Dan zit er een voorwaarde aan. En door die voorwaarden, daardoor stroomt het vaak niet.
En dan is het heel interessant om te gaan onderzoeken wat die voorwaarde precies is en hoe je dat kan gaan omturnen naar iets onvoorwaardelijks, zodat het wel naar je toe kan gaan stromen. Goed, dit was een hele korte, weet ik eigenlijk niet. Ik ben bijna thuis, dus ik ga zo er een eind aan breien en dit even terugluisteren om te kijken of ik het wel wil delen en het niet, of wil delen of ik het wel online ga zetten en of het niet te vaag klinkt en of het überhaupt hoorbaar is zo in de auto. Dus als dat zo is, dan heb je hem nu geluisterd. En als het niet zo is, dan niet. Ik spreek je snel weer en wens je een hele fijne dag. Aho!